Renault Kadjar, dus een auto waar Renault bijzonder veel van verwacht. Dat is zo'n beetje het kleine broertje van de Espace, hoewel Renault dat zelf niet wil geweten hebben. Bij Renault spreken ze over de kleinere Koleos, de SUV. En is deze Kadjar dan een SUV? Nee, het is een beetje een twijfelaar. Hij twijfelt tussen echt SUV en crossover, zoals dat tegenwoordig modern heet. En de eerste vraag die zich dan al dadelijk opdringt is, kan je met deze auto het veld in? Ja, in zijn 4x4 uitvoering wel. Hij heeft genoeg bodemvrijheid en de 4x4 aandrijving van Renault en Nissan, want tenslotte gaat het over dezelfde groep, is wat dat betreft boven elke verdenking verheven. Maar we kunnen ons niet voorstellen dat een Kadjar gekocht wordt om in het veld te gaan rijden. Daar zijn weer hele andere auto's voor, ook in het Renault-genoem. Renault wil met deze Kadjar eigenlijk vooral zijn gamma een beetje verbreden. Scenic wordt niet afgeschaft, maar de Kadjar gaat een prominente plaats in het gamma innemen. Uiteindelijk weegt de auto 1,3 ton, dat is niet niks. En er zit dan een 1200 benzine in. Kan dat wel, gaat u zich dadelijk afvragen. Ja, we willen u gelijk uit jullie droom helpen, dat kan. Maar we moeten wel weer leren schakelen. Dat zijn we met de diesel een beetje ontwend geraakt. Hier moet je de motor wel duidelijker binnen het juiste toerental houden om flink op te schieten. Moet je flink opschieten? Nee, want je kan met deze Kadjar ook rustig met het verkeer mee rijden. Zuinig, verbruikt een in onze testrijstijl 7,5 liter. Dat zie ik er zeker voor een 1300 kilogram zware auto weinig doen. Dat is dus prima. Renault heeft trouwens ook nog andere motorisaties. Een 1500 diesel die onder de 99 gram CO2 zit. Met zijn 1200 is deze Kadjar niet echt een spurter. Maar je moet al bijzonder gehaast zijn en van veel spierkracht willen weten om je ontheemd te voelen in deze auto. De acceleraties zitten ergens rond de 10 seconden. Naar 100 km per uur, dat is best een fraai cijfer. En dan vooral een pook die die naam waard is, meer dan waard is. Hij schakelt bijzonder vlot, weet zijn versnellingen haast blindelings te vinden. En je verdenkt hem er eigenlijk van dat hij dit soort werk met het grootste plezier doet. Ook terugschakelen gaat prima. De ontkoppeling doet haar werk zoals een ontkoppeling moet zijn. De motor doet stil zijn werk, echt waar. Je hoort hem nauwelijks in het interieur. Renault heeft ook bijzonder veel aandacht besteed trouwens aan de isolatie van allerlei vervelende wind- en carrosseriegeluiden. Dus dat verstevigt al het premium gevoel. En je ziet ook aan, aan de afwerking van het interieur en de gebruikte materialen dat ze het premium gevoel toch wel echt willen benadrukken. Ze willen zich duidelijk iets hoger in de markt situeren. En kost dat dan onnozel veel geld, 25.000 euro, want als je een beetje onderhandelt ga je hem daarvoor kunnen kopen. Is natuurlijk niet helemaal weggegeven, maar als je de concurrentie bekijkt, de CX-5 van Mazda, de Touran zelfs van VW, om de Qashqai van Nissan uit eigen familie niet eens te vermelden, dan is deze Kadjar eigenlijk marktconform geprijsd zonder dat hij daarom een weggevertje is. Je zit wat hoger, je hebt een flink uitzicht op het verkeer en alles wat er rondom je gebeurt. En je zit lekker, dat kan je gewoon zien. Het stuur staat wat lager dan we van de Duitsers gewend zijn. Maar het is een prettig stuur, een juist stuur, het stuurt precies. En het vertelt jou vooral als chauffeur waar je auto mee bezig is. Dat doet ook de ophanging, hoewel die zeer comfortabel is. En zeer comfortabel mag in dit geval niet met week en zacht verwisseld worden. Renault heeft een goed compromis gevonden tussen een wat stevigere demping en een wat langere veerweg. Ook daar is dat weer nuttig voor het 4x4 gebruik. Achteraan meer dan ruim plaats voor twee volwassenen, zeker. Een grote koffer waar je veel in kwijt kan. Een koffer die overigens nog eens uitbreidbaar is met een gescheiden neerklapbare achterbank. Dat schept enorm veel mogelijkheden. Drie volwassenen achteraan gaat zelfs. Maar dan wordt het een beetje krap. Drie kinderen moet kunnen.
wie moet dit nu kopen? Een gezin met twee kinderen dat met bagage ook wel eens op reis wil, moet zeker een keer naar de Kadja gaan kijken. Het is een aantrekkelijk geleinde auto, modern. De stoelen zijn elektrisch te regelen, het stuur is verstelbaar, dus als chauffeur vind je altijd de juiste rijhouding. Dat is natuurlijk wel de eerste vereiste om lange reizen te maken. Je zit ook wat hoger, de auto is hoger. Uiteindelijk zijn de auto's vandaag weer even hoog als de auto's uit de jaren 50. Ook de bodemvrijheid is dat. Kortom, back to the future.